Ik ga iets koken vandaag wat niet zo duur is. Want einde van de maand, dan kom je toch altijd een stukje tekort. En als je dan nog iets over hebt, dan kun je ook nog wel een lekkere, goedkope maaltijd maken. Waar gaan we mee beginnen? Een beetje veldsla en botersla. En dat gooien we gewoon een beetje door elkaar heen. We hebben nodig citroenen. En we hebben nodig tomaten, want die tomaten die doen we er ook doorheen. Hè? Een beetje tomaten door de sla, dat lijkt altijd een beetje leuk. En wat je ook kunt doen, een klein beetje knoflook er doorheen. Dat stamp je fijn en dan gooi je er doorheen. Dat is ook altijd heel erg lekker. Hè, dat geeft iets exotisch aan de normale Hollandse sla, vind ik zelf ook altijd. Dan komt de hoofdmoot, hè? Zeg ik daarbij, de hoofdmoot. Dat zijn twee eitjes, die tik je kapot en dan pak je een paar speklapjes. En die sla je er doorheen. Maar voordat je dat doet, een beetje peper en een beetje zout op de speklapjes. En dan gooi je ze, dan haal je ze even door de eigeel. Eiwit, eigeel, maakt niet uit. Je haalt ze er even doorheen. En dan ga je ze paneren. En daarna bak je ze lekker in de koekenpan. Aardappeltjes. Dat zijn al gekruide aardappeltjes. Die gooi je gewoon in de pan. Een beetje olie erbij. Of een beetje boter. Wat je maar wil. Olie is trouwens wel gezonde. Dat zou ik gewoon doen. En goedkoper, hè? Veel goedkoper. Dus je bakt dit ook erbij. En als je dan een man hebt die niet van sla houdt. Want de meeste mannen houden niet van sla. Die van mij die zeggen altijd, ik ben geen konijn. Nou, dan pak je gewoon een beetje appelmoes erbij. En een beetje mayonaise, dan is hij ook weer tevreden. Het is wel niet zo gezond. Maar ja, als hij dat wil, dan doet hij dat gewoon. We gaan nu beginnen. Maar, voordat ik begin te koken, altijd even mijn haar in. Op zolder. Pourtant, tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot. Et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie et même un peu plus. Tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre. Et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot. Et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre. Mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres aujourd'hui. Wat is dit een heerlijke maaltijd. Het smaakt voortreffelijk. Het toetje, dat is een kopje koffie met een appelgebakje en slagroom met een klein beetje cacao erop. Laat eens even kijken wat ik daarvan vind. La vie et même un peu plus. Tu me prends et même un peu plus. Nou, hoe vond je het? Heerlijk. Ik ben helemaal overrompeld. Fantastisch. En de sla was zo lekker dat ik niet eens meer aan de appelmoes gedacht heb. En de keuken is weer helemaal schoon. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs.